We hebben vandaag een lekker stuk runder entrecote van Irish Beef. Loslopend, in het gras gevoerd. Veel beweging. U ziet ook dat daardoor een mooie structuur van het vlees wordt gecreëerd. Met een mooie dooradering. En dat dunne randje dooradering, dat dunne randje vet, geeft heel veel smaak aan het vlees. Dat is bij het bakken, bakt dat ook een klein stukje weg. Het is ontzettend lekker. Er zit ook een vetlaag bovenop, die het vlees ook sappig houdt en dat hoef je niet op te eten. Sommige mensen vinden het wel lekker, sommige mensen vinden het niet lekker. In Nederland houden mensen van een mager stuk vlees. Maar ik kan u altijd aanraden om het wel mee te braden en het daarna af te snijden. En we snijden geen mooie enkele, maar we snijden een mooie entrecote double voor twee personen. We snijden het vlees mooi in, het vetgedeelte. En dat is om het vet heel mooi krokant uit te laten bakken. En daarna leggen we het plat. We gaan het vlees even lekker grof peperen. Een lekker draai grof zeezout. Dus het mooie, hele mooie vlokken zijn. De andere kant ook even. Want het vlees is neutraal van smaak, sappig, goed vol. En leent zich voor heel veel mooie bereidingen. We gaan hem niet grillen, maar bakken vandaag. In een pan met een klein beetje olie, zodat hij mooi dichtschroeit. Mooi krokant buitenlaagje krijgt, dat lekker voor de smaak is. Op de vetkant bakken we hem ook even in. We doen een druppeltje olijfolie in de pan. We gaan het vlees om en om aanbakken. En dan laten we het heel even mooi rusten, zodat de hitte door kan trekken. Altijd op een goede hitte dichtschroeien, niet te zacht. En daarna zet het vuur wat zachter, zodat de hitte dan weer naartoe door kan trekken. En het mooiste is om het vlees onder het braden af en toe met wat vet te overgieten, zodat hij mooi sappig blijft. Een goede entrecote is lekkerder eigenlijk dan een oshaas, vind ik persoonlijk, omdat de structuur wat steviger is en de smaak daardoor wat mooier naar voren komt. Het belang is wel dat hij het goed laat rusten. Om een mooie cuisson te krijgen. De entrecote heeft nu gerust. Dus die gaan we uit de pan halen. Alvorens we het vlees gaan trancheren, snijden we eerst het vetrandje eraf. En dan gaan we hem tegen de draad in heel mooi dun trancheren. Vooral niet met je vlees voor je dik vet inprikken. En dan snijden we tegen de draad de hele mooie plakken van. Je ziet dat het heel mooi van binnen naar buiten gerust is, dat het vlees mooi gebraden is. Hij is mooi doorgetrokken van buiten naar binnen. De sappen zie je er nog een beetje, als ik er op druk in zitten. Het is gewoon een fantastisch, heerlijk stuk knalvlees. We hebben vandaag een overheerlijke mals entrecote bereid van Irish Beef. Dat is natuurlijk gebeurd. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Ga voor de lekkerste recepten naar irishbeef.nl.